Hallo daar beste kijkers, daar ben ik weer, Mr. Speedy. En vandaag gaan we beginnen aan een nieuwe serie, want we spelen namelijk DayZ. En zoals je ziet ben ik niet in mijn eentje. We gaan lekker gezellig deze serie beginnen met Spartacus NL. Hallo allemaal. En nog wel iemand. Hey, Kanoa. Hey. Ik ben Kanoa inderdaad. En ik ken Spartacus al een tijdje en Mr. Speedy speelt nu voor het eerst mee, dus dat we... wordt plezant. Yep. Dus ja, terwijl we hier gezellig zitten, zei Kanoa net dat iemand daar op een bergje naar ons zit te gluren. Wat zou kunnen. Ja, hypothetisch inderdaad. Ja. Tja. Zolang je ons maar niet afschiet, is het prima. Dus we spelen DayZ. Wil iemand nog wat zeggen? Nou ja, dit is voor de eerste keer dat ik DayZ speel, maar dan in het Nederlands. Want normaal ben ik altijd met Kanoa hier bezig. En dan doen we DayZ in het Engels. Maar veel mensen vroegen dus om Nederlandse DayZ. Dus niet Nederlandse DayZ. Dus hier heb je een Nederlandse DayZ. Met mij erbij. Yay! En Kanoa natuurlijk. Ja. Dus we nemen het beide op. Ja, voor mensen die ook sowieso mij in Nederlands willen zien, dan kan je dat alleen doen op Mr. Speedy's channel en op Spartacus channel. Dus ik dat vooral even uit. Dus zeker kijken. Goeie reden. Oké. Dus, ons plan was om naar Berlino te gaan. Ja, we hebben een waypoint daar gezet, zoals je ziet. Het is ongeveer 1,5 kilometer. En dan gaan we dat looten. En dan zijn we blij. Jee. Ja. Laten we een beetje in het bos blijven, dat we niet doodgeschoten worden door weet ik veel wat. Ja, daar zo. Is cool. Rechts zijn al wat gebouwtjes. Niet echt enterable, maar... allemaal decoratie. Inderdaad dat er wat, weet je, wat vehicles zijn of zo. Zullen zien. We zitten op een server met zeer veel vehicles, 500 plus en 100 plus choppers. Dus hopelijk vinden we daar wat van. Yep. Zou wel leuk zijn. Kunnen we een beetje mensen gaan terroriseren. Worden wij het Bandit Trio op de server. Ja. Dus we gaan lekker lang opnemen en de video's worden in stukjes gehakt. 30 minuten in onze RWR start server. Nou ja, dat is in ieder geval goed. Als we dan, zullen we anders dan naar een airfield gaan? Zodat, oh ja. Als het gerestart wordt, dat we sowieso een grote kans hebben op een chopper of een vliegtuig of iets dergelijks. Ja, dat is een goed idee. Er is toch ook helemaal achterin? Boven, helemaal boven is een vliegveld. Ja, daar ben ik nog nooit geweest. Ah, zombie voor mijn neus. Bij Krasnostaf? Ja, daar zo. Let's go. Erin gaan, kijken hoeveel ver staat. Is goed. Dan moeten we wel halen in een half uur. Ja, het is wel een tijd. Onder tijdsdruk rennen. Maar wow, moet wel lukken joh. Maar laten we nou ook hopen dat de server onze locatie onthoudt. Oh ja, dat is wel. Oh, kijk. Oh. Lekker dan. Omlopen. Oh wacht, hier schat. Kunnen we er doorheen? Ja, maar zit je ook niet aan de andere kant dan ik dat we vast zien. Ja, dat zien we dan wel. Lijkt het je niet vet om 3 choppers te hebben? Dan echt in zo'n convoy van choppers. Dat zou gewoon wel vet. Ja. Het leuk zijn als we dan een gevechtshelikopter vinden. Die daar een beetje in rond vliegen. Ik zal wel eerlijk zeggen, dan ga ik crashen. Kan je niet vliegen dan? Kan het een beetje. Maar goed, wij kunnen het wel. Ja, mooi. Dan wordt de derde chopper Lokka's. Raketten klaar. En dan rent de zombie achter je, Spartacus. Ja, even kijken. Ik zie Spartacus. Waar is Speedy? Speedy is daar. Hier. Ik ben hier. Dus hoe lang ga jij de episodes maken, denk je? Dat ligt eraan wat het is. Als het gewoon zeg maar onder 12 minuten of 20 minuten is, 15. Dus bij mij iedere keer is het weer verschillend met deze. Nou, ik denk dat ik zo ongeveer een kwartiertje of 20 minuten ga doen per ding. Nou, gezondheid. Ik denk dat ik zo het klein hou. Want mijn upload speed dat is traag. Ja. Precies. Dus ja, als het dan gewoon een klein bestand is, dan gaat het heel makkelijk. Ja. Inderdaad. Hetzelfde hier zo, dus.
ga ze niet al te groot doen. Ja, je had toch zo'n vriend bij je te uploaden? En wat? Ja, maar... Oh, ja, dat kan wel, maar dat is wel een beetje wat gedoe, weet je. Ik heb echt net een video online gezet. Ja, ik zag het. Oh, waarvan? Wat was het ook weer? Domination of Raid, dacht ik. Oh, nee, wacht. Het was standoff multiteam. Black Ops 2 multiplayer. 0-3-3-3. Ja. Nou, we zijn er al bijna. Nog maar een half kilometer. Zullen we anders eerst deze stadje looten, want we beginnen een beetje honger te krijgen. Stadje. Oh, wacht even. Waar zijn jullie? Ik sta op de berg. Soort van. Berg? Oh, nee, heuvel. We gaan allemaal op de berg. Achter je, links. Ja, links. Oh, ja, ik zie je. Hier. Nou, we hebben een beetje geluk dat we dicht bij elkaar zijn gespannen. Dat we elkaar snel konden vinden. Ja. Lekker gezellig. Yay. Oh, dit stadje bedoel je. Ja, en die grote schuur, die paardenstal. Daar hebben we wel grote kansen tot vinden. Nou, laten we daar dan heen gaan. Wel leuk, hè. Dus ja, voor de mensen die niet weten wat deze is. Shame on you. Pittig. Het is een mod voor Arma 2. Waarin je moet overleven in een wereld vol met zombies en niet zo aardige medespelers. Nou, niet alleen maar niet zo aardige, maar... Ja, wat je moet doen, je moet gewoon een beetje rondrennen en zoeken naar eten en drinken om te overleven. That's it, toch? Ja. Kort gezegd. Een baas proberen op te bouwen. Mm-hmm. Medicijnen zoeken. Als jullie die paardenstal doen... Dat is eigenlijk ook zo'n klein gebouwtje. Ik ga wel die grote schuur kijken, wat er is. Ik doe wel die paardenstal. Nou, hopen dat ik niet dood ga. Yeah. Ik heb lang niet gespeeld, dus... Wees voorbereid om mensen te zien falen hier. Even kijken. Oeh, jerrycam. Mijn naam of niet? Ja, doe maar. Ik ben nooit op een manier een voertuig tegengekomen met geen fuel of zo. Ah, pak die jerrycan, snel. Brandhout? Maar dat zag ik ook. Heeft een van jullie een AK? Nee. Nee. Pieter. Oh god. Lol. Oh god. Hé, hey, daar ben jij. Spartacus, ben jij die graanschuur? Ik heb hem doodgeschoten. Ja, nice. sta jij in de graanschuur of niet? Ik zit in de koeienschuur met iemand. Ja, oké, dan ben ik die iemand. Phew. Okay. Hij heeft een British Assault Pack. Alright. Wow. Echt, ik heb geen idee wat het van... Oh, wow, okay. Hij heeft morfine. Hij heeft morfine. Twee frag grenades. Hij heeft een can of Franken beans. Ik neem wel zijn AK dan. Hij heeft eten, die mag jij dan hebben. Yeah. Ik was backpack. Die zombies. Ja, ik zie het. Ja, goed gedaan. Hoe vond je hem nou weer? Ik was aan het rondkijken en hij was ook aan het rondkijken. En toen ging hij rondjes om mij heen lopen. En ik dacht dat hij een vriend was. Ik dacht dat hij even jullie was. Toen zag ik dat hij een AK had. Lol. British Assault Pack. Die heb ik nog nooit gezien. Hij heeft bloodbags. Ik neem er een. Vindt niemand erg, toch? Nee, ik heb genomen wat ik... Laat me dat whisky flesje droppen, want daar heb ik echt niks aan. Ah, ik heb ook een bloodbag nu van hem. Ik heb zijn backpack genomen. Hij heeft een bloodbag. Oh, cool. Hij heeft nog één grenade. Ik heb nu 4 grenades. Nice. Oh, bandages. Die heb je veel. Morfine. Hij heeft cola. Oh shit. Map die hebben we. Zo. Ik denk alles. Ik heb wat drinken van hem gepakt. En wat? Wat eten bedoel ik. Nee, painkillers, wou niet. Oké. Okay. Let's go! Ja. Wat heb ik? Ik ben in het paardenstal, kom aan. Kijk, ik heb nu al geen ruimte meer met normale ding.
te verdelen met backpack gaan proppen. Nice. Okay. Ik ben wel, ja, ik ben wel qua wapens ben ik nu wel set. Cool. Ja, waar zijn jullie? Ik ben nu buiten de bal. Wij zijn buiten. Oh, ja, ik zie hallo. Ja. Nou, dat is goed gedaan. Nu hebben we nog meer kans op overleving. Ja, en jij hebt dus een bloodbag, geloof ik? Ik heb er ook één. Ja, ik heb een. Ja, ik had er één gepakt uit de rugzak. Ja. Maar nu heb jij de rugzak, dus anders had je er twee. Ja, nou ja, nu kunnen we in ieder geval supermarkt. Medics. Oh ja, dat is een goed idee. Is hier dan? Ja, hier, supermarkt. We rennen er weer uit. Oh, even naar mijn AK. Ik denk dat ik de verkeerde kant op ben. Ik weet niet waar je bent. Oh ja, daar zit hij. Zie je ons? Achter die bomen. Nou, als je ons maar ziet, want wij gaan naar de supermarkt. Lekker winkelen. Eten. Ik heb wat drinken en ik heb wat. Oh. Ik heb alleen eten. Drinken zou wel handig zijn. Ik zie daar een. Zo'n zakje. Wat is dit? Een backpack. Oh, kut. Oeh, binoculars, die wil ik wel. Backpack. Wat voor backpack? Ja, oh, coyote. Jezus. Waarom spannen die dingen überhaupt? Oh, nou, er zijn heel veel blikjes drinken in ieder geval. Hey, binoculars. Oh, er is een revolver voor iemand. Hier zijn twee binoculars. Ja, ik heb zelf heb ik al één, dus voor jullie twee zijn. Chest vest pouch. Dat is echt slecht. Toch? Buiten bij die tent. Of niet? Hey, wie wil binoculars? Ja, maar. Ja, kom maar dan. Kom wat maar is aan. Dit? Ik kom nu weer via de main entrance. Het ligt bij die omgevallen kasten. Kijk hoor, er ligt ook een backpack. Ja, die neppe backpack. Oh. Er ligt zoals twee backpacks trouwens. Oh. Hier achter Spartacus. Even kijken wat er is een revolver. Like hier. Mag ik die? Oh, cool, een sidearm. Ik wil revolver. Yeah. Waar ligt die? Revolver, nice. Je kan toch M9 wacht, wat is M1911 ammo om omzetten in ASP. Wat? Au. Ik weet niet aan mijn hoofd welke, maar. Au, ja, kut, ik bloed. Ah, chaos. Oké, ik ga mezelf bannetje. Hopelijk heb je je binoculars al? Oh nee, ze liggen hier nog Spartacus. Okay. Binoculars. Hier. Oh, wacht even. Nou, hier. Hier. Oké. Die zombie loopt door de toonbank. Wat? Ik en Spartacus zijn voor mij dezelfde kleur. Oh, oké. Maar ik kan zien wie ik